Het is minuut 25, het spelbeeld is zeer duidelijk. Maar de laatste minuten leveren ook meer druk op van KV Mechelen. En nu was Bates wel echt niet bij een openingsgoal. Het officiële blad klinkt het nog anders, maar goed. Storm over de bal heen. Hermans krult hem richting weer die tweede zone, zoals het op Serrain lukte. Maar Schmid was daar klaar voor. Die had dat helemaal in de smiezen. Janssens. Hier van Lerberg een beetje over de bal hoor. En daar is Bureau met de kans van de match. Eentje heeft hij er gekregen. We zitten in minuut 65. Intussen is al bijna driekwart van de match achter de rug. Hermans denkt, hij doet iets anders. Een bal die afwijkt, had ook nog voor spektakel kunnen zorgen. Zo gebeurde Sio Antwerko. Hier is Storm. Prachtig weggedraaid. Nicolas Storm. Nog iets meer dan 20 minuten te gaan. Kwartier nog te gaan. Storm loopt nog eens over de bal. En Hermans met deze standaardfase. Niet onaardig. De kopbal weggekopt. Door Van Dessel. Nee, door Smets was het. Ah, moet gaan kijken. Wim Smet. Kan ik me voorstellen, is er iemand die er wel over nadenkt. Ook Hollerbach is niet op de hoogte. Er komt een penalty voor KV Mechelen. Hollerbach heeft er sowieso zijn idee al over. Bruno met hoongelach. Dit is de aanleiding van het VAR-moment. Het is moeilijk te zien. Ja, nu zie ik het. De kopbal was het van Da Cruz. De kopbal van Da Cruz gaat tegen de elleboog aan. Slotfase van de match. Cruciaal, uiteraard. Het is Hermans of Schmid. Hermans blijft er heel cool en rustig bij. Kiest niet voor de hoek. En de kruising waarmee Antwerp ooit naar eerste klasse loodste. Maar vooral helemaal anders.